Een hele goede. Morgen! Welkom in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Belgas, de mini-vloggers. En we zitten heerlijk aan de keukenbank. Of keukentafel, nee, hoe noem je het? Jusjes hebben een slottenbel. Ja, even een slottenbel. We hebben heerlijk geslapen. Papa en Lu zijn alweer heerlijk ontbijtjes aan het creëren. Wat ben je aan het maken, Lu? Nee, taartjes. Wat ben je aan het maken? Mama en Lu, hoor. Ja. Zo, oké, okay. Dan heeft hij hier havermouttouwtjes, dan heeft hij het recept helemaal opgezocht op zijn telefoon. Nee, niet opgezocht, dat heb ik zelf getypt. En we hadden gisteravond al zo'n heerlijk dessert van jou, jongen toch. Wat een verwerking. Wat heb jij leuk? Ik zit er gelijk in de magnetron, of nee, één voor één. Eén voor. Dat ziet er mooi uit, Stella. En nu al zo stoer. Ja. En dan druk je op start. En een paar keer. Minuutjes weer hiermee. Hoeveel minuten moet hij? 1 minuut en 30 seconden. 2,5 minuut. Ja. En dan zit er 2,5 minuut. 2. 2,5 minuut. Perfect. En wat ben jij hier aan het fabriceren? Een bijtje van ons. Arbeidjes. Lekker arbeidjes. Dat gaat er wel in. Jammy, jammy, jammy. Nou, is smakelijk. Daar zitten ze hoor. Een heerlijke havermout appeltaartje. Heerlijk. Ja, smaakt het? Mhm. Wat lappert het? Er zit geen appel in hoor. Oh. Het is geen appeltaart. Een havermout. Een havermouttaart. Met banaan. Dat is heerlijk. Rozijnen en kaneel. Nou, ik zet het recept wel even op mijn Instagram-pagina. Dan kun jij hem ook thuis maken. Dat is een leuk idee. Die maakte jij vroeger al op de flat, hè? Die maak ik op de flat, maar... Dit is een oud... Slag en fit tv.nl receptje was dat. Nou, lekker eten. En dan breng ik de drie kleintjes naar school. En papa gaat gelijk de aanhanger legen. Met allemaal filmkarton en afval bij de rover. En wie zit er bij de visjes te kijken? Wie? Zit je de visjes te voeren? Ja. We doen dan blokje voor blokje. Zo mooi, dan zie je heel goed vissen. Ja. Zie je dat op jagen? Dat gaat snel, jongen. Ja, die zwemt er een. De haaitjes. Dat is mooi, jongen. Heeft de haai hem? Oh ja, kun je dit zien, Hans? Heel scherp, kijk de haai. Oh. Heel mooi. Zo leuk om te zien, we zijn wel echt allemaal nog van knippen en eten. Ja. Dat is mooi. Ja. Mooie visjes. En vandaag is die echt 11 maanden. Gisteren hadden we de update al gedaan, maar het is nu 1 juni. Dat is makkelijk onthouden. Hoera! 11 maanden. Schatje. En het blijft zo leuk om naar te kijken, hè? Kijk, even kijken of ik een beetje visjes kan volgen. Hier hebben we de maanvis. Ik heb nu een blokje op. Daar, die. Hier achter. Ja, kijk, blokjes op, hè? Hier hebben we nog een blokje. Wat voor een blokje zijn dat? Ja, dat is van de diepvries. Wat zit daarin? Ja, van allerlei groentes. Dat is dus gek om zijn. Ja. Papa zit hier erin. Kijk, even. Oei, daar gaat ze. Kijk, smullen ze het allemaal van. Oh, ja. Nou, de kleintjes, hè? Ja. Eerst de grote en het laatste de kleintjes. Yes. Ja. Kijk, daar is die algen eten weer. Soms kunnen we hem niet vinden, want zit hij ergens in. Maar daar is die algen eten. Hop, wil je ook even langs? En daar. Mooi, hè? Ja, gaan ze weer eten. Kijk, hier ook deze knalt er ook van. Hm? Zo, rustgevend weet je. Ja, ook dat geluidje, hè? Ja, dat is echt wel. Een hele goede set, zand. Ja. Tropische visjes komen. En terwijl Daniel met Lucius even met tropische visjes bezig is, ben ik even met de planning bezig. Jullie zullen je wel afvragen, oh Daniel Farah, wanneer komen de nieuwe liedjes online? Wanneer gaan we ze op jullie kanaal zien? Daarmee ben ik nu eens even bezig, even het appen van wat is misschien een goede datum om ze uit te brengen. Het zijn natuurlijk twee liedjes die we niet tegelijkertijd online zetten natuurlijk, dat is zonde. Een beetje verspreiden over de tijd, want begin augustus, ja exacte datum weten we nog niet, maar in ieder geval 1, 2, 3, 4 augustus, in de eerste week van augustus, komt onze bioscoopfilm dus in de bioscoop. En voor die tijd willen we de liedjes wel voor jullie online hebben. En er komt ook nog een hele leuke trailer aan. Dus de filmtrailer, zeg maar, waarin je leuke voorstukjes ziet. Zodat je ook een beetje weet waar de film over gaat. En die komt als eerst online. Heb ik me vanochtend
laten vertellen toen ik bezig was met de planning. Dus die gaan jullie sowieso in de komende week of volgende week gaan jullie die online zien. Eerst moeten natuurlijk alle opnames op de band staan. We hebben nog een aantal dagen die we nog gaan draaien het eind van deze week. En dan moet alles nog in de montage natuurlijk. Dus ook een hele klus lijkt me dat. Maar als het af is, dan zetten we die zo snel mogelijk voor jullie online. Zodat jullie in ieder geval de filmtrailer al online kunnen gaan zien. En dan de liedjes die komen gelijk, nou niet gelijk, maar geleidelijk daarna online op ons YouTube kanaal. Dus ik denk, ik gooi het eventjes in de vlog. Dan weet ik dat. Vorige week wist ik het namelijk nog niet precies. En ik ben nu dus bezig met die planning samen met de producer. Om te kijken wanneer die beste release datums zijn. En heel erg dankjewel voor al jullie feedback van onze nieuwe intro. Van het Huis op Stelten intro, zeg maar. Die jullie eigenlijk altijd voor onze vlogs zien. Vandaag is de dag dat ik jullie feedback kan lezen. Want vanaf vandaag voor ons hebben jullie die vlog online gezien met de nieuwe intro. En ik las dat jullie hem heel erg leuk vonden. Heel erg blij mee zijn. Alleen er waren meerdere vragen ervan. Of dan het audio van de vlog uit kon. Zodat je alleen het liedje kon horen. Dat vond ik een hele goede feedback. Dus die ga ik vandaag proberen. Vandaar dat jullie hem vanochtend al hebben gehoord. Of net al hebben gehoord met het openen van deze vlog. Want aan het eind van de dag ga ik dat stukje even erin editen. Dus jullie hebben dat al gehoord. Dus dankjewel voor jullie feedback. En ja, laat maar even weten. Vinden jullie dat op deze manier fijner? Dus dat je echt alleen het liedje hoort en de beelden ziet uit de vlog van die dag. Of vinden jullie het ook leuk dat je toch ook wel wat audio hoort van de beelden van de vlog en het liedje op de achtergrond hoort. Laat maar even weten. Ik heb het nu dus even zo gedaan. Dat je alleen het refrein van Huis op Stelten. Wat overigens echt een superleuk refrein. Een heel toepasselijk refrein is ook voor onze vlogs. En voor ons wie we zijn. Dus de tekst van dat liedje vind ik ook heel erg leuk. Maar ik heb de audio van de vlog beelden uitgezet. Laat maar even weten in de reacties wat jullie hiervan vinden. Ga ik nu nog heel eventjes verder. Het is namelijk een kort dagje. De andere kids komen zo meteen alweer thuis. En dan wil ik de laptop dicht hebben. En dan kunnen we lekker lunchen. Eerst even lunchen, want ze hebben natuurlijk nog niks gegeten. En het is vandaag de dag dat we de babykonijntjes beter gaan bekijken. Ze hebben eigenlijk de afgelopen twee weken, ze zijn nu twee weken. De afgelopen twee weken hebben ze echt alleen maar in het nestje in de kooi gelegen. Ik heb ze één moment de nestcontrole gedaan om te kijken of alles goed gaat met de babykonijntjes. Zo niet kon ik ingrijpen voordat er eentje doodging. Maar dat was niet het geval. Hebben jullie vorige week gezien dat ik de konijntjes even uit heb gehaald om te kijken of de buikjes goed gevuld waren met moedermelk en of ze gezond zijn. Zodat ik niet de dierenarts hoefde te raadplegen. En dat hoefde gelukkig allemaal niet. Daarna hebben we ze weer teruggelegd en hebben ze eigenlijk alleen maar in een nestje gezeten. En Peppy heeft iedere keer netjes gevoed, heb ik op de camerabeelden gezien. Want er staat een cameraatje bij haar nestje. Maar vanaf vandaag, je ziet ze groeien, jongens. Ik ga jullie zo meteen wat meer laten zien. Het zijn nu echt konijntjes. Je kunt er niet meer onderuit. Eerst waren het een soort wormpjes, gekke wezentjes. Maar het zijn nu, zij krijgen haartjes en de oogjes zijn open gegaan. Ze zijn nu dus twee weken en straks als de kinderen thuiskomen, heb ik ze beloofd dat ze mogen aaien. Want eigenlijk mochten de kinderen nog helemaal niet eraan komen. Ik ben degene geweest die ze heeft, heeft gekeken of alles goed gaat. Dus Peppy is aan mij gewend en mijn geur gewend. Ik aai dan iedere keer het konijn en door het hok even gaan. Maar de kinderen die heb ik echt even nog op afstand gehouden. Alleen maar kijken met de ogen. Maar vanaf vandaag heb ik ze beloofd dat ze vandaag de babykonijntjes mogen aaien. En eventjes mogen vasthouden in hun hand. Wat voor hun trouwens heel moeilijk was om twee weken lang niet te doen. Want ze zijn zo ontzettend schattig. Ze zijn echt, hè, die wil je eigenlijk de hele dag wel knuffelen. Kan natuurlijk niet. Maar ik heb beloofd vandaag dat ze dat eventjes mochten. En het is ook goed voor de konijntjes. Want ze gaan steeds meer bewegen. Steeds meer lopen. En ze gaan ze er even op uit. En dan gaan ze weer terug naar het nest. En zo krijg je ook een klein beetje een band met de konijntjes. Moederkonijn vindt alles goed. Dus die zit er ook gewoon bij. Als ik erbij kwam, kwam moederkonijn er ook bij. En dan kwam ze snuffelen. Ze bromt niet. Ze doet niks. Ze is alleen maar heel blij dat wij ook op haar babykonijntjes letten. Maar goed, dat gaan we straks doen. Ik maak eerst eventjes heel snel dit af. Zodat we de kids ophalen, gaan lunchen. En daarna gaan we met de babykonijntjes knuffelen. In ieder geval aaien en vasthouden. Nou, Daniel dus even de kinderen halen. Ik heb alvast even de worstjes in de pan gedaan. Dan kunnen we zo even lekker worstenbroodjes maken. Maar ik wil de meloen pakken. En kijk nou wie hier zit. Hé, jongen, heb je ook al de fruitkarretje gevonden? Zo kun je toch niet de banaan eten? Hé, zullen we die er eens even afhalen? Kijk dan. Oh, dat kan niet. Hij kan hier natuurlijk gewoon helemaal bij. Ik wilde eigenlijk even een meloen pakken. Gaan we die lekker aansnijden. En jongen, je had vanochtend al een banaan. Kijk, deze had hij al te pakken. Toen had ik hem opengemaakt en toen hoefde die hem niet meer. Kijk eens, zullen we deze doen? Lusjes. Lusjes. Nee, kijk eens. Dit is veel lekkerder. Kijk, pak die maar. Ja, dan geeft die maar aan mama. Ja, goed zo. Oeh, dat is lekker, hè? Klein bananenmannetje.
Nee, wil je al lekker van... Nee, leg maar niet terug. Dat is lekker, hè? Goed zo. Wil je even een banaantje pakken? Je denkt, ik pak eventjes mijn eigen banaantje. Oh, niet uitspugen. Oh, dat gaat. Oké, jongens, dat dus. Kom maar, jongen. Gaan we even hier lekker in zitten. Komen. Je broer en zusjes zo weer thuis. Gaan we even lekker eten. Nou, hij heeft alvast een banaantje. Ik heb een hier. Koekoe. Hallo. Koekoe. Klein bananenmannetje. Jij bent een klein bananenmannetje. Och, smeert je helemaal lekker onder. Oh ja, een slapje. Als ik een slappetje omdoe, trekt hij die helemaal los en dan gaat ze. Ja! Dus vandaar dat we maar even doen met een fiche. Oké, we alvast even een lekkere meloen snijden. Oh, het is woensdagmiddag, dus dan eten we altijd even net even wat uitgebreider met elkaar. Als op een lange dag van school. Dan hebben we een lekker maaltje klaar als de kids zo meteen lekker thuis komen van school. En wie komen daar weer thuis? Lil, Alizella, Luxie. Net op tijd. Worstjes zijn lekker warm. Broodjes heb ik opengesneden, dus we kunnen zo lekker aan tafel. Hey, daar hebben we Silly. Hi, Silly. Nog maar hallo, ze gaan kijken bij Silly. Is het lekker op school? Ja. Kom maar. Nou, daar zijn ze weer hoor. Was het leuk op school? Zeker. Zin in een lekker warm broodje knakworst? Ja. Ja? Nou, gaan we even lekker eten. Oh ja, en ik heb natuurlijk weer een leukere verse meloen. Lekker. Eet smakelijk. Lekker. Ondertussen zijn de meisjes lekker aan het spelen met de Barbies. Hm? Dat vinden ze allebei nog wel leuk. Zelfs Lucilla vindt het nog wel leuk. Chill. Moeten ze een foto maken? Een foto maken? Ja. Oké, Luxie, ik ben deze dokter. Jij bent de andere. Marcel. Jij toch mijn kindjes druk ziek maken? Nee, dat heb ik nog gemaakt. Oké, okay, toch vallen? Ja, maar chill. Oh, zie! Deze. Oh, die. Oh, no. Ja, ja, ja. Oh, wauw. Was die ook niet op? Oh, nee. Oh, de baby's. En jij? De meisje daar? En mag ik hierop zitten? En hier? Zo. Dat ook. Even in het poort opbrengen. Wat is dit? Is het een sneltest? Nee, geen idee wat het is. Het is geen sneltest. Van COVID. Ja, ik snap hem. Terwijl de meisjes nog even lekker met de Barbie gaan spelen, gaat Luan maar even mee helpen met de groentebakjes vervullen voor Peppy en voor Kokkie. Misschien wel even leuk om jullie even een beetje mee te nemen in ons dagelijkse ritueel voor de konijn, zeg maar. Hoe de konijnen verzorgen. Peppy even lekker aaien. Ze zat er lekker in de kooi, zie je dat? Ja. En we hebben van die witte bakjes, die heb ik in de keuken staan. Die gaan we eerst even pakken. Dan gaan we eerst even het groente geven. Nee, we gaan eerst Kokkie naar buiten doen. Zullen we dat eerst doen? Kokkie die mag altijd naar buiten. En Kokkie ligt altijd op zijn troon. Zoals jullie wellicht weten. Kijk, dit is echt zijn plek. Dan ligt hij hier zo. Kan hij alles goed zien. Overzicht houden. Echt net Woezel. Woezel heeft het ook altijd. Maar dan op de rand van de bank. En dan gaan we hem eerst even naar buiten doen. En dan mag hij even lekker buiten heen en weer rennen. Ja, ik heb even de hooi aangevuld. Ik had deze bak nog. En denk, hey, dat is handig. Want ik had iedere keer deze bak. Maar die is niet groot genoeg voor deze grote hooi zak. Dus ik heb die zak even geleegd en even in zo'n tont een bak gedaan. Nee, mam, weet je wat goed is? Moet je wel even een flesje meegeven? Ja. Meenemen. We moeten ook even weer wat hooi in zijn kooi doen. Want Peppy heeft te veel hooi. Nee, maar hij heeft hooi in zijn dingetje liggen. Waar? Kijk, daarin ligt allemaal hooi. Oh, echt? Dat is zijn hooiopslag. Daar prop kan het hooi in. Kan hij zelf het hooi eruit halen. Maar we gaan even de ren opbouwen voor buiten. Dan gaan we eerst Kokkie daar even inzetten. Dat doen we eigenlijk standaard altijd als eerst. Omdat Peppy natuurlijk gewoon in de ren in de speelkamer los mag lopen. Kokkie kan daar niet bij, omdat het natuurlijk het mannetje is. Maar we willen hem natuurlijk ook even lekker zijn beentjes laten strekken. Dus dat doen we in de tuin. We gaan even naar buiten toe. Gaan we eerst even die kooi opruimen of opbouwen. S'avonds halen we alles weer van het gras af. Aangezien de robotgrasmaaier anders eroverheen maait.
Nou, dat niet. Nou, hij niet eroverheen, maar dan... Het is een speciale sensor. Maar hij mist dan een stukje gras. Dus ja, papa wil altijd alles van het gras af. Vandaar dat we altijd even alles weer eraf halen. Het is ook maar een heel kleine opbouwing. Maar wist je wel, er is een camera ingebouwd. Oh. En die ziet of er een speeltje voor hem ligt. Oh, dat is wel heel handig. Ja, dat wist ik niet. Nee, ik dacht het. Zul je hem daarop? Ja, ik dacht het wel. Gaan we eerst deze weer even opbouwen. Dus als er een klein speeltje ligt, dan... Niet op het draadje, want we moeten goed uitkijken dat we tussen het draadje gaan. Doen we hier. Want kijk, dit ligt een draadje van de robotgrasmaaier. Ja. Dus dan gaan we hier tussen doen. Maar ik weet niet waar dat voor is. Dan weet de grasmaaier hoe die moet rijden. Om zijn route te bepalen. En dit bouwen we dus eigenlijk iedere dag op. Ik kreeg ook reacties van jullie van, oh, doe er iets overheen voor de roofvogels. Nou moet ik zeggen dat, nou, je ziet Woesel en Pip hier lopen. Wij lopen hier iedere keer rond om het huis. Dus roofvogels die blijven hier echt wel weg, omdat hier veel te veel leven in de tuin is. Dus dat zal wel meevallen. En jullie zeiden ook, misschien springt hij eruit. Maar zover vanaf het midden naar daar hebben wij hem nog niet zien springen. Dus ik denk dat dat op zich wel meevalt. En dit is op zich wel een lekker rennetje waarin hij even, in ieder geval een paar uurtjes even lekker en rond speelt. Maar hier slaapt hij niet in. Dat vroegen ook sommigen van jullie wel eens van, oh, het is een buiten, slaapt hij daarin? Is het niet veel te koud? Maar nee jongens, het is alleen even als het lekker weer is. Doen we nu ook niet als het heel koud is buiten. Maar als het lekker weer is, de zon niet te fel staat, mag hij hier lekker rond huppelen. En in dat hokje er zit wat hooi in, kan hij zich terugtrekken. Doen ze meteen nog een waterbakje er even bij zetten. Hij krijgt zijn groentemaaltje, krijgt hij zo meteen hier lekker. En dan zetten we hem gewoon weer binnen in zijn binnenverblijf. En daar slaapt hij natuurlijk ook. Dit is echt puur even voor heel even lekker zijn beentjes te strekken. Dat hij lekker kan rondhuppelen in het verse gras. Ligt er nog wat stro in? Ja. Jawel, hè? Ik weet niet of dit genoeg is. Maar dat is wel genoeg, want hij heeft ook heel veel grasschil omheen om te eten. Kokkie is helemaal gewend aan Woesel en aan Pip. Dus heel veel stress van de honden zou hij niet meer zo heel erg hebben. En daarom ben ik ook niet zo bang dat hier vogels naartoe vliegen. Aangezien Woesel en Pip hier zitten en die vogels al lang bang zijn voor Woesel en Pip. Dus dat zal allemaal wel meevallen. Maar in ieder geval wel goede reacties, dankjewel. En we zullen er zeker wel een beetje op letten in onze tuinen. Maar dat zijn geen roofvogels. Ja, die kleine vogeltjes. Ja, maar die kunnen niet... Nee, het zijn geen roofvogels. Ze hebben wel vogels die zitten natuurlijk. Maar geen roofvogels zijn arends en van die grote, weet je, adelaars. Ja, maar die hebben we hier niet rondvliegen gelukkig. Mijn man, in ieder geval. Ik denk dat die hier te bang zijn voor ons drukke bestaan in onze tuin. Ja? Wist je dat er is één vogel, dat is de allersnelste vogel ter wereld. Ja? Die kan 180 km per uur, dacht ik. Harder als op een snelweg. 180. Dat wist ik niet. Ja, volgens mij en wel. Hoe heet die vogel? Weet je dat ook? Nee, dat weet ik niet. Mocht jullie dat weten, laat weten. Ik kan wel even zo even snel een plaatje zoeken. Dat kan ook. Hij zoekt even een plaatje, jongens. Maar heb je van Klokkenhuis of zo? School. Oh, kijk. Ze droogt. Oh, kijk. We zien even een momentje, jongens. Kijk. Ze was in het... ik denk dat ze aan het voeden was. Nee, maar ze lopen nu al door de kooi. Zie je dat? Ja. Nou, Kokkie. Die houden we hier. En als ik daarheen loop, dan hou ik hem zo vast. En een beetje met zijn oogjes zo. Zodat hij niet te veel prikkels krijgt. Heel goed. Nee. Peppy die eet nog eventjes. Nou, de meisjes zijn aan het spelen. Met oudertjes. Zo schattig hoe dat eruit ziet. Ja. Alsof je een babytje bij je hebt. Kokkie is ons babytje. Trap af en dan hier. Dat is lekker. Zo. Dat is lekker. Zie je dat, Pip? Daar is Peppy of Kokkie weer, hè? Nou, mag Kokkie eventjes lekker hier rond dwarrelen? Ik pak even... We gaan groentebakjes klaarmaken. Kijk, Woesel en Pip die zitten er ook daarbij. Hij huppelt daar heerlijk in zijn rennetje. En dan gaan we even de groentebakjes klaarmaken. Dankjewel voor jullie advies om iets minder groente te geven. Ga ik nu dus ook doen, iets minder. Ik dacht in eerste instantie, mijn eerste gedachte was, oh, ik moet Peppy iets meer geven omdat ze borstvoeding geeft.
Maar jullie zeiden, nou, doe maar iets minder. Dus dat ga ik nu doen. Nu zijn we in de keuken. Hebben we hier deze twee bakjes. Die gebruiken we ervoor. Eerst deed ik andere schaaltjes, maar ik heb nu deze bakjes. En dit gaan we een stukje snijden. Ja, misschien door één keer door midden kunnen we wel snijden in deze pot. Dit loof is goed voor de borstvoeding van Peppy. Dus we doen een paar blaadjes. Weet ik ook alweer? Witlof. Vindt Luan ook zo lekker? We kregen de laatste vraag. Niet dus. We kregen de laatste vraag. Waarom eten jullie zelf geen witlof? Maar ik hou zelf ook niet van witlof. En Daniel houdt ook niet van witlof. Dus ja, dan krijg je vrij snel dat je nooit witlof eet. Oh, ik heb een keer bij opa en mama gelogeerd. Ja? Witlof met spek. Vond je het lekker? Nee. Nee. Nou, niet zo maar lekker. Ik kreeg wel gelukkig een toetje. Nou wel. Omdat je dat geprobeerd. Ja. Heel goed. Wat we nu nieuw geven, dat heb ik ze nog niet gegeven. Dus die andere twee groentes, die kennen ze. Maar selderij ga ik nou eens even proberen. Niet te veel. En dit leggen we dan weer terug in de koelkast. En dit is dan weer voor de volgende keer. Nou, nemen we deze bakjes weer mee. Ja, nemen we die mee. Kijk eens, Cookie, dat is een lekker maaltje. Oh, hij heeft natuurlijk ook verse grassen. Ja, hey. Ja. Ga maar zo lekker eten, goed? Nou, het schaaltje zetten we gewoon daar neer. Even kijken. Ja, doe maar bij zijn drinkbakje. Bij zijn drinkbakje, helemaal goed, jongen. Toppie. Dan komt Luxie weer aan. Ja, dan gaan spelen. Nou, dan gaan we nu even naar Peppy toe. Peppy heeft vanochtend wat korreltjes gekregen van Lucilla. Maar we zetten ook eventjes deze er neer. Kijk, dat vindt ze ook lekker. Ja, daar snoept ze ook heel graag van. En we gaan zo even haar keuteltjes opruimen. Dat gaan we nu even doen. Hier, check dit. Ja, dit is haar poepplek. Ja, oh. Dit is haar poepplek. Maar het fijne is dat ze dit dus niet in haar kooi doet. Kijk hier. Dat is heel fijn. Dit hoef ik eigenlijk bijna niet te verschonen. Hier poept ze gewoon helemaal niet in. Zie je dat? Och, dus daar zijn de babykonijntjes. Kijk. Ze zijn zo schattig, jongens. We gaan ze zo meteen beter bekijken, hoor. We gaan eerst eventjes dit een beetje opruimen. Want dat doe ik ook echt iedere dag. Alle keuteltjes. Ze hebben stof voor een blik. En een vuilniszak heb ik hier standaard liggen. Och, man. Die oortjes staan zo recht. De oortjes staan overeind. Het is zo... En de oogjes zijn open, jongens. Ja. De oogjes zijn officieel open. We zagen het gisteren een klein beetje, maar dat hadden jullie niet meer gezien in de vlog. We hadden wel afgesloten, hè? Maar toen hadden we hem afgesloten. Maar toen zagen we al dat oogjes. Dus sinds gisteren zijn de oogjes open. En ze lopen dus door de kooi heen. Zo schattig. Echt. En je mag ze ook dus aaien. Vanaf vandaag mogen jullie ze eventjes gaan aaien. Hè? Dan kunnen we ze eventjes lekker knuffelen en even vasthouden. Want dat is zo lief. Daar zijn ze niet oud. Ja. Ja, en Peppy vindt alles goed. Oh, mag ik even kijken? Ja, hè? Oh, man. Ze heeft stoffen blik. Ja, dat gaat heel goed met Peppy. Ze heeft 6 baby's om te voeden. Dus ze moeten goed tegen eten. Daar weet mama alles van. Ja, niet dat ik er 6 voed. Eentje. Vind ik meer dan genoeg. Maar kijk, we gaan nu even met stoffer en blik. Mag Luan maar helpen? Alle strontjes. Even nou, opdoen. Bij het ergste poepplekje. Ja. En dan hier hebben we de vuilniszak. Zo, zetten we het even neer. We halen dat mooi even weg. Ja. Oh. Ja. Ja, jongens, straks in het buitenverblijf moet je dat ook doen, hè? Nee. Ja, kijk. En daar is haar poepplekje. Wel heel handig dat ze een vast plekje heeft. Ja, dat wel, dat scheelt wel. Kijk, ze is eigenlijk lekker eten. Eigenlijk moet ze het in een bak doen. Ja. En is het alleen maar in de... In de prullenbak gooien. Ja, ik heb die konijnenbakje. Die kan ik misschien wel daarin zetten. Ik weet niet of die erin past. Dat wc'tje. Nee, dat zou ik niet doen. Maar ergens een ander plekje of zo. Ja, ik weet niet of ze in een bakje gaat zitten. Ze gaat nu echt in dat kooitje zitten als een soort wc'tje. Maar dan heeft ze ook privacy. Ja, niemand heeft kan ze privacy. Nee, dan heeft ze privacy, jongens. Soms, dan, als ze poept, heeft ze even een rustprivacy. Een rustplekje om. Hè? Dat kennen we allemaal wel, hè? Nou, doe je dit hierin. Zo. In de zak. Wat veel keuzes. Hoppatee. Hop, kijk. Goed zo. Nou, Alt, wil je weer even verdelen? Ja. Lekker hooi erin. Goed zo, jongen. Kijk, ik kan precies zo om haar heen vegen. Alle vieze dingetjes weer weg. Peppy? Peppy, die houdt van een schone hok en een schone rem.
Dus ze vindt het niet erg als wij alles aan schoonmaken zijn. Eet ze gewoon door. Peppy? Ja, een lief konijn, jij. Een lief konijn. Die geluidjes dan ook, hè? Ze eet. Hoor je dat? Lekker, hè, Peppy? Kijk, en ook altijd een bakje water erbij, want ze drinkt heel veel. Dus ik heb het eigenlijk dubbel op altijd, maar die was net op. Dus die hebben we weer even gevuld. Oh, Emma, de druppeltjes gaan dan... Ja, die gaan dan daarin. Ja, dat klopt. En we hebben nog steeds de camera er staan bij het nest, om het nestje in de gaten te houden. Ja, en net zat ze ook alweer te voeden. Ja, ze zat alweer bij de babytjes op het nest. Dat zagen we. Ja, vindt ze lekker, hè? Je houdt het ook nog eens voor de vast. Ja. Nee. Mm-hmm. Oh. Kom, ze hebben een beetje pijn. Kijk, eentje is aan de wandel, zie je dat? Die is gewoon even op onderzoek uit. Dat is zwartje. Oh, kijk, hij loopt gewoon doorheen. Schattig, hè? Kijk, hij loopt helemaal daarheen. Kijk hoe hard hij kan lopen, hè? Ja, dat is knap hoor. Ja. Hij kan nog niet hier overheen, over dat randje. Maar we hebben nu wel even dit ook dicht gedaan. Anders dan vallen ze hier misschien uit natuurlijk. Ja, dat heb ik expres gedaan. Ja. Dat is grappig. En dan is hij weer terug bij het nest. Gaan ze gewoon even een rondje wandelen. Zie je, we echt letterlijk een rondje wandelen zo er doorheen. En dan is hij weer terug. Dan hebben we alle poepjes weg. En dan gaan we ook altijd even met het dwel eroverheen voor de plasjes. Weg te dweilen. En dan is alles weer lekker schoon. De kooi van Peppy is ook weer helemaal mooi schoon. Opgeruimd. Woensdag. En ja, nou, dit doe ik iedere dag. Oh, iedere dag. Ik doe dit iedere dag. Ja, want ze poept hier natuurlijk de hele dag. Dus sowieso, als ik er overdag geen tijd voor heb, dan doe ik het op het moment dat de kinderen naar bad gaan. Doe ik nog even deze kooi. Want anders wordt het wel een heel erg poepbende. Dan ruikt het ook een beetje vies in huis. Ja. Dus dit doe ik echt iedere dag. Maar nu gaan we eens even de konijntjes kijken hoe het met ze gaat. En wellicht kunnen we ze eventjes in het mandje in de ren zetten, zodat ze hier een klein beetje kunnen... Wel hier ook een beetje kunnen aan de ren. Ja. Oh ja, jullie hadden ook een hele goede tip. Jullie zeiden, kijk uit dat de babykonijntjes niet door dit gaas kunnen. Ja. Dat was ook een goede tip. Jij had mij een foto gestuurd. Ja. En ik dacht van, ja, dat is een goed idee. Goed. Want kijk, ja, ik weet niet, dit is niet heel breed, ik ga niet op de vlog zien. Het is 2 centimeter, denk ik. Ja, maar weet je wat je wel kunt doen? Dat je dit stukje gaas. Maar we moeten zomaar eens even kijken, want ze zijn al best wel fors. Ze zijn al wel gegroeid, jongens. Ja. Dus ik weet niet of ze hier doorheen kunnen. Ja, misschien wel, misschien niet. Het is misschien net kiddikiddik. Maar ze hebben ook wel een hele dikke vacht, hè. Dus het lijkt dat ze heel groot zijn, maar... Ja, dat is ook waar. En weet je nog, met Sammy, die kan door hele kleine gluifjes. Ja, de hamster. Maar met Kokkie, die ging daar ook doorheen. Ja, die ging ook doorheen. Dus... Ja, we moeten er wel even op letten. Ik denk dat je wel gelijk hebt. Dus we moeten er sowieso even bij blijven. Goede reactie. Was een goede tip. Dat we even een kippengaas stukje moeten halen. Kijk. Ja, dit. Daar kunnen ze ook doorheen, denk ik. Denk je, ja, maar als je dit zo gekruist doet. Ja. Ja, we moeten gewoon even een stukje klein kippengaas eromheen zetten. Niet dat hele Hele goede reactie. Dat is een hele scherpe. Hadden wij zelf dit niet aan gedacht. Nee, dus dank je wel daarvoor. Dit. Kijk, zo doen we het eigenlijk met z'n allen, jongens. We verzorgen deze babykonijntjes gewoon met een hele grote online YouTube-familie. Dat is het leuke. Okay, we kennen jullie eraan. Niet, maar online kunnen jullie... Kennen jullie wel. Ja. Het voelt alsof we iedereen wel kennen. Ook als we mensen het echt zien. Heb ik nog nooit gezien. Maar het voelt heel vertrouwd. Nou, Peppy die heeft inmiddels haar maaltje op. Dus ze zit weer even een paar brokjes te eten. Ze heeft ook haar hooi daar weer. En daar een waterfles. Daar de waterfles en een bakje. Dus ze heeft genoeg. En we gaan nu eens eventjes de babykonijntjes in het mandje doen. Want dan kunnen ze wat beter bekijken. Eerst even Peppy aaien. Nu aan witte inmiddels helemaal hoe dat gaat. Zo. En wil jij dan voor de eerste keer dit doen dan? Ja hoor. Vind je het leuk? Ja, ik mag ze vanaf nu vasthouden. Ja, mag ze vanaf nu bij vasthouden. Bij 10 dagen, 11 dagen, dan kan dat, hè? Ja, maar ze zijn nu al 2 weken. 2 weken? Ja, het gaat snel. Het gaat heel snel. Dan moet je eerst je handen even door de poep doen. Dit gedaan. Ja, dat doen we nog steeds wel eventjes. Ja, heel goed. Nou, zullen we beginnen met het zwartje? Pak ze er maar uit. Ja, doe maar in. Kijk eens. Zo. Volgende. Oh. Lekker. Ze passen gewoon in je hand. Die is schattig, hè? Ja, nummer 3. Kijk, de jongens, de oogjes zijn nog gewoon open, hè? En de dikzak. Hier heb je de hele dikke. Ja. En die met een vlekje om de ogen. En de laatste. Laatste. Daar kan ik maar net bij. Kijk dan, jongens. Nou, heel zachtjes. Meteen zetten we hem op de grond. Oké.
kunnen wij er iets beter bij, jongens. Ah, kijk dan toch. Dit zijn ze. Is toch niet te geloven. En man, kijk, die oortjes die staan ook al echt rechtop. Even goed bekijken nou. Kijk, ik kom Peppy even kijken. Peppy, dit zijn jouw baby's. Dat zijn jouw baby's, hè, Peppy? Oh, dat is zo cute. Dat is jullie mama. Dat is jullie mama. Zeg maar hallo tegen je moeder. Dat zie je baby's, Peppy. Oh. Kijk dan toch. Kunnen we de oogjes even... Ach, kijk, ik grap dacht dat ze een oor. Kunnen we de oogjes eens even spotten? Kijk dan hoe ze al lopen. Kijk deze. Kijk dan hoe ze al lopen. Die zwarte is zo kijk, bijzonder. Kijk, de oogjes die zijn al open. Ja, heel bijzonder. Ik vind die bruine ook bijzonder. Want deze. Dat is de enige die bruin is. Ja, die is van de vader. Nou, deze vind ik een beetje grijzig geworden. Ja, dat vind ik ook. Oh, kijk dan. Zo schattig. Kijk dan die oortjes. Ja, ik weet niet of ik de oogjes al aan jullie goed kan laten zien. Ja. Ja, die kan je ook zien dat daar de oogjes open zijn. Die kan je wel. Kijk, en die... bij die zwarte. Die zwarte die zijn al goed open. Kijk, laat eens even zien. Kijk, je kunt zwart helemaal niet zo goed zien. Ja. Nou, ik zie ja, het wel. Ja, ik zie het ook wel. En nog eens even een volgende. Nou, even kijken hier. Deze is ook wel druk. Oeh, ik kruipt weg. Zie je dat? Nee, de oogjes ook al van open. Ja. En deze was eerst heel erg maag. Ja, heel veel. Maar ik vind dat dit wel goed gaat hoor. Ik vind dit nog wel kunnen. Oh, hij lukt. Hij lukt. Ik voelde ook kleine tandjes. Ja? Die zijn niet zo scherp als die van Peppy en Kokkie. Nee. Maar ik voelde wel tandjes. Tandje, oké. En ik voelde ze ook likken. En welke nu? Nou, deze gehad. Deze vind ik ook mooi. Oh, deze is het ergste bruin. Ja, deze meeste is, stikkeltjes. Ja. Ja. En dan die. Gaat het daar ook goed mee? Oeh, hallo, hallo. Ach, kijk dan die oortjes ook. De oogjes. Ze likt. Oh, ja, de oogjes zijn al open. Zo schattig. Ja, ik zet je weer neer, meisjes. Hm? Ja, ik weet niet of de meisjes... Ja, we weten nog niet of het jongere meisjes zijn. Eentje te kijken. Je kunt het nog niet zien, schatje. Doe maar niet, want dan kan je ze pijn doen. Dan moeten we overlaten aan de professionals. Misschien dat we er van de dierenwinkel maar één waren. Maar we kunnen ook een keer naar de dierarts gaan. Ja. Die kunnen met een speciaal apparaat dat zien. Ja, klopt. Maar dan moeten ze wel iets groter zijn, want dan... Ja, maar om dan met 6 diertjes in de auto te gaan, vind ik ook heel stressvol. Misschien dat Maureen van de dierenwinkel kan komen. Ja. Nodig haar even uit. Ja, hier een keer komen. Ja, dan komt ze misschien even kijken. Och, deze ligt er helemaal... Oh man, ze knagen ook gewoon aan het doekje. Ja, hè? Schattig. Je gaat het nog wel zwartje. Ach, kijk dan. Ja, je echte ogen zal lopen. Ja. En deze konijntjes moeten ook hele bijzondere namen geven. Ja, moeten we even goed over nadenken. Maar mam, nu ik het zo zie... Ja? Kan ik de naam wel onthouden als ik... Nu zie je een beetje het verschil. Elk konijn wel verschil. Ja. Ja, dat had ik ook. Nu kun je het zien, ja, hè? Ja, nu kun je echt wel verschil tussen alle konijntjes zien. Eerst waren ze allemaal roze en eentje zwart. Ja, maar nu zie je het verschil. Deze heeft het meeste vlekjes. Ja. En deze is met bruin. Is bruin. En die is een beetje licht grijsachtig. Ik en vind dan het ook die wel... Twee, ja. Deze twee, die heeft dat met het oortje. Oh man, je zegt het verkeerd. Wat dan? Deze zijn grijs en die is bruin. Is dat ook bruin? Kijk, dat is bruin. Oh ja. En dit is grijs. Ook zo met de billetjes vasthouden. Ze kunnen al alles zien. Ja, en we zagen net, ze gingen door de kooi lopen. Ja, deze zwarte die nam een wandeling. Ja, schattig. Je mag ze ook aaien, Luxie, als je dat wat fijner vindt. Hij ligt mij. Hij likt jou. Moet ik hem, ja. Luxie, hij likt. Likken ze bij jullie? Ja, bij mij ook. Oh, sprong. Hij sprong. Ja, we spreken af dat we... Hey, meiden, we spreken af dat we ze boven de mand houden. Ja, want anders is het hoog. Ja. En misschien hebben ze wel hoogtevrees. Ja, wie weet. Deze vind ik heel groot. Oh, kijk dan. Ja, ze zijn echt al groot. Moet je en kijken. En deze is ook een beetje grijs. Twee weken. Deze is een beetje bruinachtig. Nee, oh, kijk. En die zwarte van Luxie. Kijk, die is bruin. Oh, die is ook super schattig. Hé, hey, dat is lief, hè? Ja, zo moet je dat doen. Heel goed, Lux. Zo, Luxie. Er, billetjes. Ja, goed zo, Luxie. Kijk, mama, ze dat passen gewoon goed in mijn handen. Ze passen in je handen. Peppy past echt niet in mijn handen. Nee. Oeh. Peppy, kijk, die zit hier nog lekker te eten. Je denkt, het zal mama wel. Ze kunnen de dikste nemen. Mama, eet je niet? Maar ze kunnen ook op je plassen. Ja, ze kunnen ook op je plassen, hè. Maar ik vraag me af, poepen ze ook? Maar kijk even. Ja, dat weet ik niet. Volgens mij plassen ze nog alleen maar. Hier, schattige liefie. Ga maar boven de mand. Ja. Kijk
En hier, kijk, ze gaan graven. Zie je dat? Ja. Ze denken van, nou, wij willen niet. Kijk, dan, dit is zo schattig. Volgens mij vindt deze dit wel heel lekker, Lucilla. Niet plassen. Niet plassen. Tegen je aanhouden. Oh, kijk, jullie zet hem hier neer. Ja, ik kan misschien ook proberen, ja. Goed uitkijken dat ze niet weglopen. Zullen we onze benen tegen elkaar aan doen? Ja. Ja, ik kan niet weg. We mogen even loslopen. Ja. Komt hier kijken. Oh, dit is zo schattig. Ja, Lux, laat ze maar lekker lopen. Goed zo, alleen kijken. Ze kunnen echt loslopen. Nee, maar dat kan nog niet, Liefie. Oh, er klemt hier één tussen mijn benen door. Oh, dat is de zwarte. Die gaat er al vandoor. Hey, wat is dat, Peppy? Peppy, die kijkt erbij, hè? Die denkt, nou, we kunnen eens even lekker loslopen. Nee? Oh, Peppy. Oh, mama, kijk dan. Kom maar, Peppy. Oh, dit is weer heel schattig, jongens. Oh, kijk, zie dan. En we hebben ze weer allemaal lekker in de mand gedaan. Ja. Dat was even een heel kort, klein, losloopmoment momentje. Niet uitspringen. Ze zijn zo schattig. Dat kunnen ze nog niet, hoor. Nou, nu kunnen we er nog even naar kijken zo. Passen. Dan zoeken ze elkaar weer op. Kijk, die kan hier zo. En dan gaan ze lekker slapen. Laat ze maar lekker slapen. Hij kan eruit springen. Ja. Oh, laat ze maar liggen. Nee, maar dan gaan ze weer lekker terug liggen in hun nest. Vind je dat een goed idee? Ja, maar ik wist niet dat konijnen ook een nest hadden. Maar ja. Wil je ze nog even aaien? De lieve babykonijntjes weer terug in hun nest. Waar ze weer lekker verder kunnen slapen. Dat is het nestje. Dat hebben we nog helemaal intact gelaten. En dan leggen we ze daar weer lekker in terug. Slaap lekker, lieve konijntjes. Dus jullie doen het super goed. Jullie doen het heel goed. Kijk, eerst je broertje of je zusje. Oké, dan gaat hij weer lopen. Ze loopt er gewoon al uit. Hij loopt door. Oh, kijk, ze gaan nu echt op avontuur. Kijk dan, ze lopen er gewoon uit. Ja, dat mag ook. Dat mag ook, ja. Dat mag. Dat is niet verboden, hoor. Nee, hoor. Ze kunnen nergens naartoe. Zo. En jij ook. Ze zijn allemaal weer bij het nest neergezet. Ik weet niet of ze er allemaal blijven. Gaan weer op avontuur. Zie je dat? Dat hoeft niet. Oh, ze kunnen ook weer lekker terug. Oh, dit is zo schattig. Kijk dan. Heel schattig. Oh, hij eet een poepje van de mama. Eeuw. Is dat een vis? Ik denk dat dit wel oké is. Het is de natuur die dit zelf doet. Maar ze gaan eruit. Oh, hij sprong, zag je dat? Sprong? Hij sprong een beetje eruit. Heel schattig. Nou, kinderen, we gaan de konijntjes weer lekker met rust laten vandaag. Ja. Want ze zo weer lekker kunnen gaan slapen. Hij vindt de kuurte wel heel lekker. Ja, en hij is ook weer teruggeklommen. Super lief. Nou, dat waren de konijntjes. Kijk. Oh, Peppy. Peppy. Zit je hier? Nee, heb je allemaal stro op je? Nee, hoe kom je nou aan het stro? Oh, ja, van boven. Oh ja, ik zie het. Nee, goed gedaan, mijn liefie. Je bent echt een hele goede mama. Nou, ze heeft dit al op. Volgens mij vond ze dit niet super lekker, aangezien ze dit heeft laten liggen. Welke? De rabarber gebeuren. Of selderij was dat volgens mij. Kijk, mam. En dan leggen we ook de speeltjes voor moeder weer terug. Die had ik even uitgehaald. De tunnel. En dit leuke knabbeldingetje vindt ze ook leuk. En zo'n lekker pluisdingetje. Kan ze ook lekker in gaan liggen als rolletje. Leggen we er ook weer in. Zo. Nou, Peppy die zit weer lekker daar. Naast de hok. En de babykonijntjes die laten we weer lekker met rust. Maar jongens, dit was even de update van de babykonijntjes. Super schattig. Zoals jullie hebben gezien gaat het heel erg goed met ze. Kinderen zijn er heel voorzichtig mee. En wij zijn er heel voorzichtig mee. Peppy geeft heel goed haar borstvoeding, dus dat doet ze heel erg goed. Met Kokkie gaat ook alles goed, die laten we lekker in de buitenren. Zo heel eventjes, een paar uurtjes en dan doen we het weer terug. Die overnacht niet buiten, jongens, die reactie kreeg ik ook. Maar en die laten we ook niet buiten als het te koud is, maar gewoon een beetje een lekkere temperatuur. Dus de babykonijntjes zijn nu 2 weken en met 8 weken mogen ze officieel bij de moeder weg. Maar jongens, mocht er hier iemand deskundig op zijn, laat het dan vooral even weten in een reactie als advies op ons. Onze wens is dus om eigenlijk alle 6 de konijntjes te houden. Omdat we toch genoeg ruimte hebben. We waren al van plan een buitenverblijf te bouwen voor Kokkie en Peppy.
We kunnen een iets wat groter verblijf nog maken, ook buiten wellicht. Als we alle 6 konijntjes houden, dan hebben we dus 8 konijntjes. En het zal heel erg leuk zijn als we ze met het hele clubje compleet bij ons in de tuin kunnen blijven houden. Aangezien ze nu echt wel bij ons horen eigenlijk. Ik weet niet, het voelt alsof ze echt nu in ons gezin zijn gekomen. Voelt het best wel van, oh, ze zijn ons gegeven. Laten we er ook vooral de verantwoording voor nemen en ze een goed leven willen geven. Maar goed, ik weet dus niet of dat kan, omdat het dus jongens en meisjes zijn. Tuurlijk moet je ze castreren, dat weet ik. De jongetjes castreren. Alleen dat kan pas, bij Kokkie kon dat dus ook pas toen niet. Nou, hoe oud was Kokkie? Een half jaar. Dat kan dus pas na een half jaar. Dus dat betekent dat je alsnog eerst 2 verblijven moet hebben. Eentje waar de jongetjes zitten en één waar de meisjes zitten. Want anders krijg je binnen de kortste keren nog meer konijntjes. En 8 konijntjes vinden we echt genoeg. Dus we gaan zeker niet voor meer nestjes. Het was ook niet laten we lekker gaan fokken met konijnen. Dat is absoluut helemaal niet onze ambitie. Maar we willen wel gewoon een goed leven voor deze 8 konijnen die we nu zijn toevertrouwd gekregen. En ik heb de verhoging hier binnen, waar zij zelf op hupst, die heb ik eruit gehaald. Want zij kan zelf wel zo erin en eruit springen. En ik hoop dan zeg maar dat de konijntjes niet hier over dit randje heen kunnen. Hallo liefie, kom hier even kijken. Zodat de konijnen gewoon in deze kooi blijven. Maar Peppy zelf wel naar binnen en naar buiten kan. Want dit stond eerst hier in haar hok als verhoging. Die heb ik er dus expres al uitgehaald. Zodat de konijntjes er niet uit kunnen springen. Dus ik hoop dat deze rand hoog genoeg is voor de konijntjes voor nu toe nog. En straks zullen we wel even gaan kijken hoe we dat gaan doen. Misschien, ik weet niet of dat een idee is, maar misschien als ze iets groter zijn en ik zeker weet dat ze niet door die speldjes kunnen, dat we deze hele hok, even hele kooi eraf doen. En dat ik alleen maar die bak gebruik. Zit ik nu hard op te denken. Mijn eerste spinsel, dat ik het nu deel. Maar mijn eerste gedachte nu. Dat ik deze hele grote bak eraf haal. En dat ik alleen die binnenbak gebruik. En die gewoon hierin de ren zet. Zodat de babykonijntjes niet hieruit kunnen vallen. Maar wel gewoon door de ren kunnen lopen. Zonder dat ze zich bezeren. Omdat ze hier afvallen. Want daar ben ik een beetje bang voor dit dingetje. Maar goed, dat is even iets nog voor later. Maar ik moet het wel in de gaten houden. Want het gaat heel snel zoals jullie zien. Voor nu laten we Peppy met de babykonijntjes lekker met rust. Kokkie kan straks weer terug in zijn eigen kooi. Die zit nu lekker buiten. Maar voor nu houden we de deur lekker dicht voor de rust. En zijn ze hier weer verder aan het spelen. Met de Barbies. De meisjes. Och, zijn jullie nog steeds doktertje aan het spelen? Ja. Met de Barbies. En kijk eens wat ik op een verhaalstory heb staan. Ja. Het recept. Oh. En vind je het er lekker uitzien? Laat het dan ook zeker even zien. Dus dat kun je zien op jouw account. Op een verhaal van Instagram. Nou, even shout-outje naar je Instagram. Wat is je Instagram, jongen? Voor degenen die dat nog niet weten. Luan Bellinga, -12. Dat is jouw Instagram. Mm-hmm. Daar kunnen ze jou volgen. Luan die post ook regelmatig eigen dingetjes. Oh, man, die zit helemaal onder. Oh, die zit helemaal onder de pluizen. Ja. Ja, konijnenpluisjes. Ja, dat heb je. Dat zie je ook lekker op zwart. Maar goed, maakt niet uit. Nou ja. Nou, en we zijn weer buiten. Hallo, tuinman. Kijk, Peppy zit hier, of Kokkie zit hier nog lekker te hupsen. En Woezel en Pip. Hey, Woezel Pippie. Hey, Woezel Pip. Vind je het ook zo interessant? Pip. Woezel. Woezel. Af. Af. Woezel. Nu doe maar zit. 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 Braaf, Pip. Woezel, zit. 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 Nee, zit. Pip doet het, maar... Pip doet het, ja. Woezel. Woezel is lekker eigenwijs. Goed zo. Braaf. Ik moet hem even de midden bijten. Misschien gaat ze niet. Vind je die niet lekker? Ja, dan wel. Kijk. Ja, ik mis iets de midden. Dus kan ze niet pakken. Ze heeft een centenbekje. Ja. Noemen we dat. Pippi? Ja. Kijk dan. Ja. Hij zit met dit snoetje. Zie je dat? Ik kom op. Hij zit met dat snoetje er tussendoor. Hij wil geknuffeld worden. Kijk dan. Het snoetje gaat er tussendoor. Hij wil geknuffeld worden. Wil je ook even aandacht, hè, Kokkie? Je bent een hele goede papa hoor. Hé? Hey. Ben je zeker? Een hele goede papa. Kijk eens. Ja. Vind je het lekker? Vind je het lekker? Oh, joh, even snuffelen. Ja. Nee. Wel. Vind het? Nee. Jongens, selderij vinden ze niet zo lekker. Nou, even kijken wat we nog meer hebben. Hij hoort van alles. Ik denk nou, ik heb het veel te interessant. Ik hoef helemaal geen eten. Ik heb genoeg groen gras. Nee, wat kan hij doen? Wat kan hij doen? Hij is nieuwsgierig. Hij is nieuwsgierig. Oh, hij ruikt babykonijnen. Oh.
Kijk dan. Jongens. Oh, kijk dan. Hij ruikt de babykonijnenhaartjes. Zie je dat? Ja, dat zijn jouw babytjes wat je ruikt. Hey, je zit zo op mijn schoot. Wat grappig dat hij dit ruikt. Ja, maar logisch. Ja, logisch. Ja, ik zit helemaal onder die babyharen. Dat ruikt hij. Dus met die, vandaar dat hij met die snoepje erin was. Ja. Dat denk ik dus. Hey, jongen. Het zijn jouw babytjes wat je ruikt. Daniel die is even de vijver in elkaar aan het zetten, wil ik zeggen. Even aan het vullen. Die loopt nog steeds leeg. Geen idee hoe het kan, maar dat moeten we ook nog later even uitzoeken. En we gaan nu nog even, hebben we meteen alle dieren weer gehad, jongens, in deze vlog. We horen van jullie dat jullie de dieren allemaal leuk vinden. Dus gaan we ook nog even bij de kooikarpers kijken. Ja, dat is goed om te weten. Ja, leuk om te weten. De zwembad is trouwens gemaakt. De verwarming, dus je voelt dat het is hier lekker warm. 27 graden. Ja, hij moet nog wat warmer worden. Dat heeft even een paar dagen is nodig. 27. Maar kijk, de kooikarpers die zitten hier weer lekker warm bij. Nou. Hé, ook alles goed met jullie jongens? Hé, hallo. Dat is zo mooi om te kijken, hè, zo. Je kunt het zo, nou kun je de vissen ook veel beter zien, hè, als dat ze in de vijver zaten. Zie je dat? Ze moeten het ruiken. Ja, ik weet niet of papa ze al eten heeft gegeven, hoor. Normaal gesproken doet papa altijd deze vissen. We hebben allemaal een taak eigenlijk. Ongeschreven taak. Het is gewoon zo gelopen. Daniel doet altijd meestal op een standaard moment deze vissen voeren. De kooikarpers. En Luan die doet de vissen bij de paaien. Bij de eetkamer. Maar die heeft papa vanochtend gedaan. Toen had je vanochtend niet gedaan. Dus nee, heeft want toen was bij school. Toen waren we iets aan de vroege kant, late kant vanochtend. Dus heeft papa nog gedaan. En mama ik haal soms mee met de konijnen. Want dat vind ik ook wel leuk. Hè? Mama doet veel met de konijnen. Dus zo hebben we eigenlijk allemaal een beetje een taakverdeling om de dieren een beetje te verzorgen. Jij bent van de kooikarpers, hè? Papa is van de kooikarpers. Papa is van de kooikarpers. Papa, wanneer voer jij de kooikarpers? Ja, want ze komen niet op dit dag. S'avonds, word ik in de zomer. S'avonds, bedoel ik de papa het altijd. Ja, dat zijn de avondetens. En de tropische visjes, dat zijn de ochtendetens. Ja, dus papa doet het s'avonds, doet hij ze eigenlijk altijd voeren. Ja. Ik moet dan weer een nieuwe emmer halen, want ja, kijk. Ik zou weer. Oh ja. Maar we hebben wel meer dan een jaar mee gedaan, of niet? Nou, dit was de eerste emmer? De tweede emmer, ah, oké. Okay. Ja, maar ze doen het goed, hè? Mooi helder, hè? Ja, ik ben heel blij mee, hè? Ja, elke avond is het geniet, hoor. Dan zo ja, kijk, dan zit je hier lekker bij. En dan ja, kun je lekker kijken. En Lucius vindt het ook leuk. Je mag alleen niet op de raden tikken, want dat horen ze natuurlijk. Ja, dat doet hij wel altijd. Huh? Ja, als ik aan de baan zat, dan kijken ze maar recht in de ogen. Ja, eigenlijk willen ze ook in dat zwembad. Ja, nou, dat doen we maar niet, hè? 12 bij 6 meter lang. Ja. Ik ben echt heel blij mee. Ja, daar zijn we echt heel blij mee. Hé, hey, dit is jouw favoriete plekje, jongen. Boven op het dak. Op zijn troon. En Pip, die kijkt me al te graag toe. Pippi? Jullie mogen met ons meedenken. Hoe wij straks, over 2 maanden ongeveer, want de konijntjes moeten eerst nog binnen blijven. Een buitenverblijf kunnen maken voor 8 konijnen. We hebben natuurlijk hier dit grasje tot onze beschikking. Maar ja, dit is allemaal open natuurlijk. Hier staan fruitbomen, appels, peren en persiken staan hier volgens mij. Of nectarine, druiven. Dus het is ook niet heel handig om hier konijnen tussendoor te laten lopen. Dus we moeten nog even kijken hoe we dat precies gaan doen. Weet je wat ik dacht? Want we hebben natuurlijk deze stal, wat jullie weten. Dus een binnenverblijf is er sowieso. En waar kunnen ze naar binnen, Lu? Nou, ze kunnen hier naar binnen. Kijk, dan doe ik deze open. Ja. Kijk, doe ik deze zo open. Ja, kun je die nog niet zien, maar... die zit daar dan nog achter. Ja. En dan kunnen ze hier naar buiten. Hier kunnen ze dan naar buiten. Maar eerst dachten we van Kokkie en Peppy maken we hier zo'n klein... Zo ja, klein, zo'n buitenverblijf ding. Maar ja, nu hebben we geen 2 konijnen, maar 8 konijnen. En dan is dit denk ik een beetje klein. En weet je waar ik zat aan te denken? Nou. Nou, dan hadden we hier zo'n ren, hè? Ja, ren. Ja, hadden we hier zo'n stuk ren. Ja. En weet je wat me toen leuk leek? Nou? Dat we hier dan een klein, ja, dan maken we hier zo'n klein buis of een klein stukje gaas. Ja. Dat ze hier zo in kunnen kruipen. Helemaal hier zo, langs de lijn. Oh, hier. En dan hier nog een grote ren. Ah, en dan hier een grote ren. Hier zo'n leuk iets gaas maken waar ze hier doorheen kunnen lopen. Ja, dat ze vanuit daar hierheen kunnen lopen. Een buis of weet ik veel wat. Ja, en dan hier maken we dan... Nog een grote ren. En hier dan een grote ren voor... Ja, maar papa gaat hier altijd met een grasmaaier in en uit.
Hoe moeten we dat? Ik zit er ook te denken. En anders zit die buis in de hier weg. Hier zit die. Ja, of papa moet niet meer met een gasmaaier hier in en uit, maar via die kant. Maar weet je wat we ook kunnen zeggen? Dus even nog even denken dit, jongens. Hoe we dat hier. Beste... Dat het hier. Ja, daar, in dat stuk. Dat daar. We het weghalen. Dat is ook een goed dat idee. Hier helemaal dat vind ik ook. Tussen die bomen. Tussen deze bomen. Luc, ik vind het wel een goed spinsel. Gaan we even goed laten zien. Want kijk jongens, we hebben nu daar dus dat huisje. Nou, we maken zo hier hebben we het hele gras. Papa is heel zuinig op zijn grasje, dat weten jullie. Dat snap ik ook. En hier gaat hij doorheen met de grasmaaier. Dus ja. Dan is het leuk om zo'n buis, ja hoe moet ik dat noemen? Gewoon een tunnel. Een tunnel. En die gaat dan hier doorheen. Oh ja. En dan gaat maar, hij hier naartoe. Kijk, we lopen even om. Kijk, dit is dus een heel groot bosje, zoals jullie zien. Maar daar moet dan nog wel veel aan gebeuren. Want er liggen nog allemaal bladeren en takken. En er zit nog een hek voor. Maar we kunnen er even in lopen. Ik loop jou wel even achterna. Kijk, dat is dit bosje. Kunnen konijnen tegen deze bladeren? Laat ik ook meteen even een vraag stellen voor jullie. Laat even weten in de reactie. Dan lopen we hierin. En kijk, hier hebben we heel veel ruimte. Ja, hier hebben ze wel veel ruimte. En ze kunnen hier een beetje zo aan de bomen knagen. Ja, ik vind het eigenlijk wel een... ik weet niet of dit een goede plek is, jongens. Laat even weten in de reacties. Maar hierin hebben ze ook schaduw. Dat ook, tegen de hitte. Alleen ze hebben hier geen... Ja, ze kunnen hier wel graven. Dus we moeten wel een halve meter in de grond kippengaas doen. Maar dat moesten we sowieso. Ja. Anders dan kunnen ze ontsnappen. Maar dan moeten we ook daar helemaal doen, Lu. Kijk, want daar is het allemaal open. Ja. Daar is alles open. Dus we moeten helemaal gaas daar helemaal rondom maken. Zo. Dit is een leuk plekje, maar wel superveel werk. Ja. Sowieso moeten we al dit blad weg gaan halen wat hier allemaal ligt. En wij zitten een beetje met dat daar. Dat is ook een beetje rommelig. Ja. Maar dit is in principe op zich wel een plek waar niks in de weg staat. Alleen ze hebben hier geen gras. Dus dan zouden we hier gras moeten zaaien. Groeit hier niet, want het is hier in de schaduw onder deze bomen. Ik weet niet. Wat vinden jullie? Laat even weten. Is dit een goede konijnenplek? Ja of nee? En mam, met die herfst. Al dat blad. Al dat blad, dat is een goede. Ja, nee, dat heb je gelijk in, Luan. Dus ik denk dat het nee, geen toch geen goede plek is. Met de herfst gaan met al deze bladeren vallen. Wij zoeken een plek waar wij onze mega grote konijnenren kunnen neer gaan bouwen voor 8 konijnen. Maar waarom meer dan niet? Nou ja, Luan komt net met het verhaal dat inderdaad in de herfst zie je alle bladeren op de grond vallen en dan de konijnen niet meer kunnen lopen. Ja. Dus dit is geen goede plek. We gaan verder zoeken. Fout. In het begin dacht ik van ja, dit kan het nog wel zijn, maar nu? Nee. Nee. Gaan we hier weer uit. Nou. We hebben nog een ander idee. We hebben natuurlijk ook, we liepen nou daar, lopen we hier zo langs. We hebben hier ook deze plek. En dan kunnen we hier ook zo'n heel konijnengebeuren bouwen. En binnen- en buitenverblijf. Dus dan laten we even de schuur even los. Een put. Maar dan kunnen we wel met gaas dichtmaken, zodat ze niet invallen. Ja. Ja kijk, dit is ook een helixie. We halen alle kijk. Tegels eruit. En dan halen we zo'n tegelstuk eruit. En dan maken we hier zo'n hek, dan dit stuk. Ja, maken we zo'n hek. Ja, maar kunnen we hier zo'n heel verblijf maken. De robotgas, maar je kan dan niet bij dat stuk. Want die hele buis... Of Nee, we laten even die buis weg. We maken hier dan ook een hok binnen. En voor buiten. En dan maken we hier zo. Okay. Ik sta even op het stuk. Dit vierkant zo. Dit stuk. En dan maken we gewoon een binnenverblijf. Dan moeten we gewoon een binnenverblijf hok maken. Maar we moeten wel en dan hebben we een buitenverblijf. Ik denk aan dit. Hier, ja. Nou ja. Ja, man. Je hebt wel hier zo. Grote binnen- hier zo. Nodig. Ja, dit kan wel. Want er is hier wel plek. Hier maak je dan... Ja. En daar is zo'n binnenverblijf. Maar hoe bedoel je een binnenverblijf? Nou, dat ze naar binnen en naar buiten kunnen, hè? Ja, dat we want dan zitten ze niet meer in de schuur, want die schuur is dan te ver. Ja, want die schuur die is dan te ver van dit verblijf. Dus dan laten we dat binnenverblijf daar in die schuur even achterwege. En dan gaan we kijken of we hier iets kunnen maken. Dus die schuur, dat wordt voor allemaal voor de kippen? Ja, dan komen de kippen in de toekomst. Weet je wat dus ook handig is? Als je hem hier maakt... Jullie zijn dan heel dicht. Dan maken we van dit hek maken we een poortje. En dan maak je zo die deur. Vanuit die deur. Vanuit jullie slaapkamers. Ja, en dan moeten daar kan je hier zo'n trapje maken. Ja. En dan kun je zo hier naar jullie konijnen toe. Daar is dan jullie deur. Maken we er even een trapje bij inderdaad. En dan maken we van dit hek maken we een deurtje. En zo. Hier zo. En dan kan je zo van hier. Hoep.
naar het konijnenverblijf. Ja, maar hier moet je wel een trapje maken. Ja, moeten we hier nog even een trapje maken. Want dat is niet erg. Kunnen we hier eens een trapje maken? Ja. Het is gewoon een deur die je kan gebruiken. Die gebruiken we op het moment gebruiken we die niet. Maar... En dan nog, je kunt ook nog vanuit je tuin gewoon heel makkelijk zo hoep, door dat hekje heen. En dan kan je zo naar de konijnen. Ik vind dat helemaal geen verkeerd idee. En laat even weten, weet er iemand hoeveel vierkante meter er nodig is voor 8 konijntjes, hangoorkonijntjes. Als iemand dat weet, laat even weten in de reacties. Dan houden we daar natuurlijk ook rekening mee. Wij hebben heel even een soort platte grond gemaakt van waar we net waren. Ja. Dit is het gras. Dit is het huis. En nu al die foto's van konijnenrenhokken. Voor inspiratie. Lijkt ons leuk om te maken. Scherp. Kijk, zo. Iets verder weg. Ja, zo. Zoiets, ja. Zoiets? Ja. Willen we, nou, maken. Ja, dat is misschien wel leuk. Met een groot, dan maken we langs de kant. We gaan hem gewoon even schetsen, jongens. Dat we een beetje een idee hebben. Oh ja, dit is dat deurtje met die dit is het huis. Hier is jullie, dit is slaapkamer. Ja, daar is het deurtje van de lange gang. En dit is dat hek. Dat hek. Ja, en dat is het grasveld. Ja. En dit zijn die steentjes. Hier gaan we die stenen, ja. Misschien moeten we die stenen wel laten liggen. Want dan kunnen de konijnen niet graven. Oh ja. Onderdoor. Dus als we, maar dan maken we gewoon bijvoorbeeld een bak waar ze in kunnen graven. Ja, maar... Dat kunnen we ook doen, want dat is wel handig. Want op gras moet je in de grond een ding doen. En nu hoeft dat niet. Maken we vanaf de muur. Gaan we een binnenverblijf maken. Ja. Ik heb een punt op dat we snappen dat dit een binnenverblijf is. Dit is zo kort. Ja, dit is een binnenverblijf. Ja. Maar moet... En dan hier maken we bijvoorbeeld hier maken we een... Ja, hoe maak je een tunnel? Of hier maak je een bak waar ze kunnen graven. Een soort zandbak. Dus dan haal je bijvoorbeeld 4 tegeltjes eruit. En dan kunnen ze hier... In graven. Dus dit is een zandbak. Oh, Lusjes. Dus laten we de tegels laten we dan liggen. Ja. Dat scheelt. Dan kunnen ze niet onderdoor graven. En dan maken we hier een heuveltje. Hier kunnen ze niet onderdoor graven. Ja, en dan zitten ze vast onder de grond. En dan kunnen ze hier maar naar boven. Jawel, ze kunnen wel weer naar boven. Ze kunnen hier niet onderdoor graven. Zo ver kunnen ze niet komen. Nee. Kijk, en dan maken we dus een heuveltje. Beetje als een mol. Met een tunnel erin. En dan maken we, wat heb je nog meer van ideeën? Kijk, zo'n zandbak, zie je dat? Ja, dat is het daar. Zo'n zandbak, dat bedoel ik. Zie je dat? Hoe ligt je lichtje? En even kijken, wat nog meer? Dit is een tunneltje. Ah ja. Om te maken. Alleen dan is het op het ja, dat is dit echt... ook leuk. Dit is ook leuk. Ik vind dat ook wel leuk, dat je zo'n... Oh, de man, als het regent. Dit is een hoorbaal, zo. Niet zo en je kan ook... Ik vind het een leuk idee. Je kan ook een houtje in leuk. Leggen. Een het ziet er nog niet leuk uit, een houtje. We kunnen er alles in leggen. Kijk, het ziet er nog niet echt leuk uit, maar dit is een beetje het idee. Kijk, dan is hier het binnenverblijf. Dit is een heuveltje. Hier is een zandbak. En hier is een hooi. En hier is een opening. En hier is een opening waar je naar binnen kan. Ja. En ook nog... Ik vind het een goed idee eigenlijk. Ja. Ik heb nou al zin om het te maken. Ja, ik ook. Samen met opa. Met opa, ja. Kom je morgen weer. Ja, tot dan. Opa is wel weer paraat, denk ik. Ik vind het wel weer leuk. En de balletjes. Ja, leuke speeltjes kunnen we erin leggen. En het hele binnenverblijf dan. Ja. En ook een plekje waar jullie lekker kunnen zitten. Waar je lekker kan zitten op de stoeltjes. Ja, dat zijn hier stoeltjes. Kijk, ja, van die houten leuke stoeltjes. Nee, een houten bankje. Een houten bankje. Kijk op de bank. Nee, dan moet je bruin doen. Allemaal met ideeën. Maar dit is nog lang niet... Dit is nog lang niet aan de orde eigenlijk. Maar we zijn gewoon helemaal super enthousiast met het maken van het buitenverblijf van alle 8 konijnen. Dat ze eigenlijk nu alweer aan het tekenen zijn en aan het denken zijn. Nogmaals, jullie input is welkom. He, wellicht kunnen wij er wat mee met onze ideeën. Maar de konijnen moeten eerst nog binnen blijven. En pas als ze groot genoeg zijn en sterk genoeg zijn, kunnen we ze naar buiten doen. Laat even weten wanneer mogen konijntjes, babykonijntjes naar buiten. Dat is misschien ook wel een goede vraag. Ik kan het ook even googlen. Maar misschien is het wel leuk dat jullie het... dan mogen ze weg bij de moeder. Oh. Maar dat doen wij niet. Tenminste, ons plan is allemaal te houden als het kan. Nou, en als er nog een grote buiten dit is het bankje. Oh ja, dat is een leuk houten bankje. Ja, vind ik leuk. We gaan de video voor vandaag afsluiten. Want ik ga zo meteen koken. Lucilla die gaat zo naar haar balletles. Luxie die slaat even over. Omdat we morgen ook weer drukke planning hebben. Heb ik voor haar een beetje rust ingebouwd. Maar Lucilla wil wel heel graag naar balletles. Dus die ga ik zo naar ballet brengen.
Dus mama gaat zo koken. En ja, dit was eventjes weer achtergrond om... Oh, Lucius. Wat wil je nou doen, kerel? Die oogjes stel. Ja, Noën, wat wil ik hem doen? Morgen zijn onze filmopnames weer. Ja, dan gaan we weer bezig met onze film. Daar gaan we met onze film. Hebben we daar zin in? Ja, zeker. Morgen mogen jullie weer achter de schermen met ons meekijken. Maar voor vandaag zeggen we, jongens, vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de... duimpjes omhoog. En te abonneren, klik op belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Dag. Het is groot ook.